Jij bent ook hier voor de winter. Ja, winterbijeenkomst. Voor Overvecht, hier op de Drijf. Ja. Je hebt ook 3 watertoren uitgereikt? Ja, 3 watertorentjes aan 3 mensen die zich onderscheiden hebben in hun vrijwilligersinzet. Voor het groen, voor vreedzaam in de wijk, voor allerlei dingen, hè, om de wijk een beetje veilig en schoon te houden. En grote inzet van mensen. Ik heb er ook bij gezet. Eigenlijk heel veel mensen die hier waren, die zouden er ook zonder meer een verdienen. En ook heel veel mensen die er vandaag niet waren. Maar deze 3 hebben we eruit gepikt omdat ze toch hele grote verdiensten hebben. En daar gaat het watertorentje over. Blijk van waardering. Het is echt een watertoren, hè? Ja, het is een speltje. En de watertoren is natuurlijk een heel krachtig symbool van onze wijk. Een soort van trots, een baken van onverzettelijkheid. En dat past wel bij de vrijwilligers, denk ik. De trotse watertoren gekregen. Ja, dat klopt. Daar ben ik zeer trots op. En waarvoor heeft u hem gekregen? Omdat ik heel actief hier in de wijk sinds 2014. Ik heb met allerlei conferenties georganiseerd, opvolgconferentie, vaderbetrokkenheidconferentie, heel veel voor buurtvaders. Ik ben zelf een buurtambassadeur, oudermediator. Wekelijks organiseer ik inloopochtend bij het basisschool De Schakel. Met allerlei thema's betreft opvoeden, vraagstukken, workshops en, en ook bijeenkomsten voor ouders. Mijn eigen rol als opvoeder bij het signaleren van radicalisering. Maar vond u dit niet moeilijk om de mensen te benaderen hier in Overvecht? Nee, ik had daar geen moeite mee, want heel veel die kennen mij of van de school of van de wijk. Als je vaker in de wijk loopt, dus dan weten, komen ze met de juiste vragen en ik hoef ze alleen met uit te nodigen en dan zijn ze altijd, dan komen ze ook. En waarom heb u deze watertoren gekregen? Nou, deze watertoren is gekregen omdat ik aan de Henriëttendreef een behoorlijk stukje groen onderhoud. Ja, we deden dat in het verleden met een man of 3. En hoe lang doet u dat, zei u? Toch zeker al 5, 6. Ja, rond die koers. Ja. En u zag andere tuintjes en denkt van dit tuin moeten we niet hebben, dus we gaan het nu helemaal veranderen. Ja, ik vind het belangrijk in de omgeving waar je woont, ja, dat ook de groenvoorziening er netjes uit ziet. Ja, en aangezien dat een stukje groen was wat in principe voor de bewoners zelf was aangemerkt om bij te houden, daar is toen de tijd ook voor getekend. Mm-hmm. Maar ja, de mensen die worden ouder en die vallen af. En dan op een gegeven moment, moet toch iemand moeten doen. Ja. Ja, en kijk, het hoeft ook niet allemaal in één dag te gebeuren. Dus je kunt het opschalen in dagdelen en dan kom je er ook natuurlijk. Ik hoor ook wel van degene die een watertoren heb gekregen van ik moet toch af en toe wel eens echt de mensen eruit halen van kom helpen in onze wijk. Ja, maar daarom is zo'n blijk van waardering zo in het begin van het jaar over wat afgelopen jaar weer gebeurd is door zoveel vrijwilligers in de wijk is superbelangrijk. En u hebt ook u in de wijk Overvecht gezegd, hè? Ja, u in de wijk heb ik ook genoemd en op een hele positieve manier. Dus ik ben blij dat je dat nog even vraagt, omdat ik zeg van kijk, het delen van verhalen wat er allemaal gebeurt in de wijk. Daar is u in de wijk super belangrijk bij, om dat bij de mensen thuis op de tv te brengen. En daardoor horen we allemaal positieve verhalen en dat verspreiden jullie hartstikke goed.